Het begon voor mijn familie allemaal in het toenmalige Nederlands-Indië. Mijn ouders woonden daar in Medan, Oost-Sumatra, en mijn vader was daar legerpredikant. Maar de oorlog brak uit en oorlog is natuurlijk waanzinnig ingrijpend voor een kind. Mijn broers en zussen maakten mee dat ze aan het spelen waren in de voortuin van een mooie villa in een lommerrijke Indische laan. En opeens was het allemaal voorbij. En een paar dagen later werden ze echt door de loopgraven gejaagd, in een of andere kamp opgesloten. Het was diep schokkend. En zoiets was natuurlijk ondenkbaar geweest altijd. Daar waren ze ook helemaal niet op voorbereid. Al heel snel landden de Japanners ook op Sumatra in begin 1942. En mijn vader, die belandde als legerpredikant aan de Birma-spoorweg. Mijn moeder en twee van mijn broers en een zus, die belanden in een reeks concentratiekampen, ook op Sumatra. En daar werd de situatie al snel nijpender. Veel honger, geen medicijnen. Als ik erover nadenk, denk ik, en dat vind ik een pijnlijke gedachte, dat ik mijn leven aan Hiroshima en Nagasaki te danken heb. Want anders had die oorlog met Japan zeker 1, 2, 3 jaar langer geduurd. En ja, mijn moeder had misschien nog 2, 3 weken te leven. Het was echt helemaal uitgeteerd. En mijn vader misschien nog 1, 2 maanden, maar dan was het ook bekeken. Dus het is echt een mirakel dat ze het gehaald hebben. En de hele familie heeft het overleefd. Maar beide broers, moet ik ook zeggen, praten over een terugkeer naar Nederland als ronduit traumatisch. Dat was echt traumatisch. Toen opeens zwegen ze. Toen opeens begon mijn broer Hans bijna te huilen. Met een soort grimmige bitterheid over al die grootse praatjes van die Hollanders. Al die opa's en oma's en ooms en tantes die het allemaal zoveel beter wisten. En dat ze totaal geen respect kregen. Dat ze totaal niet werden erkend. Niet alleen in hun slachtofferschap, maar in wat ze gedaan hadden, dat ze overleefd hadden, dat ze het gefixt hadden. Ze werden opeens weer tot onnozele kinderen gebombardeerd. Maar het was wel heel, heel leuk thuis. Kijk, ik heb hier bij me, dit was ongeveer het eerste wat ik in handen kreeg. Deze beer, Baloo. Het is een echte, originele kampbeer. Want dat is de beer van mijn broertje Hans, die deze beer door al deze kampen heeft meegesleept. Helemaal versleten is hij. En daarna kreeg ik als ongeveer als eerste cadeautje zijn beer mocht ik hebben. Die kreeg ik in mijn babyarmpjes gestopt. En nou, die Baloo heeft zeker nog 10 jaar met mij opgetrokken. En nou ja, goed, dus ja, dat is echt een echte kampbeer. Geboren in 1937. Dus nu bijna 85 jaar oud. De oorlog zat altijd aan tafel, als een zwijgende gast. Ik denk dat het in de jaren 40, 50 en zelfs 60 een heel probaat middel was, eerlijk gezegd. Je werd knettergek als je erover begon. Er was ook helemaal nog niet veel therapie. Je moest voort. Dus je legde al die pijn en al dat verdriet, daar legde je een grote hoeveelheid activiteiten overheen. Maar je groeit op met een gezin dat het ondanks alles wel heeft overleefd. Met alle wonden en kwetsuren, maar dat heeft het overleefd. En ik hoorde bij het normalisatieproces. Ze wouden zo graag een gezin zijn in herreizend Nederland. En ik was zo erg het symbool. Dat pas later besef je, zij hebben iets enorms meegemaakt en ik helemaal niets. Dus ze hebben het heel zwaar gehad. Maar tegelijk waren ze ook geen slachtoffer. Ik heb die fierheid van hen ook gaandeweg heb ik die toch wel begrepen. Mijn vader was een hele brave gereformeerde dominee in de provinciestad Leeuwarden. Maar thuis was het totaal anarchistische bende. Omdat ze allemaal geleerd hadden dat autoriteiten en gezag, dat stelde in het kamp helemaal niks voor. Al die deftige mensen met grote praatjes, die drongen als hardste voor.
bij het uitdelen van eten en probeerden de beste hapjes voor zichzelf te versieren. Dat hadden die kinderen heel goed gezien. Ik heb mij nooit onveilig gevoeld in Europa en in deze samenleving, maar ik was wel... Je hebt wel een alertheid. Je hebt altijd wel een seismograafje in je lijf staan. Ik ben waanzinnig bezorgd. En het is toch een verschil. Angst heeft iets verlammends. Dat heb ik niet. Maar je hebt wel een alertheid ontwikkeld voor dit soort situaties. En je weet dat het kan gebeuren. Zoals, het is totaal niet vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld dat je in vrede leeft. En dat er elke dag genoeg eten is, dat er water uit de kraan komt. En als je ziek wordt, dat er dan iets aan gedaan wordt. Dat diep in je hart vind je dat nog altijd niet vanzelfsprekend. In zo'n wereld ben je wel opgegroeid. En bijvoorbeeld zo'n Europese Unie. Dat is voor mij al lang niet meer een utopie of een droom van eeuwige vrede en engeltjes boven de wolken. Nee, dat is puur een manier om te overleven. En een hele belangrijke manier om te overleven. Ik denk dat we zonder echt helemaal de klos zijn. Dat is, zo bekijk ik het. En daarom ben ik er daar op dat soort dingen ook behoorlijk fel geworden de laatste jaren. Maar ik merk het wel bij politici en commentatoren. Het gemak waarmee ze over van alles heen hubbelen. En dan denk ik wel van, en bereid zijn omwille van een handvol centen, dat hele Europese project op losse schroeven te zetten. Dan denk ik, jullie hebben nooit iets meegemaakt. Hè? Jullie beseffen niet echt waarom het draait. Over heel Europa, ja, ik heb het wel eens geschreven, hebben kinderen geleefd met vaders op zolder. En met moeders op zolder, met allerlei weggestopte shit. En gek genoeg heeft dat allerlei gevolgen gehad, maar ik denk ook dat het gevolg heeft gehad dat zeker de eerste twee generaties in de Europese politiek dat bewust en gewoon onbewust heel goed wisten en beseften. En over hun schaduw ook konden heen springen. Dat heeft hen ook kracht gegeven om te denken, ja, we moeten concessies doen, maar dit willen wij nooit weer. Dus dan zie je ook die wonden en die ervaring, daar kan ook nog wel iets goeds uit voortvloeien, soms. Als ik puur in het Leeuwarden van de jaren 50 zou zijn opgegroeid. Hè, waar verder geen verleden zou zijn. Dan zou ik heel anders schrijven en heel anders hebben geschreven. Ik denk dat een oorlog voor iedereen heel ingrijpend is. Maar zeker voor kinderen. En ook zelfs voor hele jonge kinderen. Dat wordt volgens mij niet genoeg gezien. Ik heb zeker 3 vrienden die zijn geboren in de oorlog, in de onderduik of in een Japans kamp. Uit moeders die hartstikke bang waren en hartstikke ontregeld waren. Nou, je zou zeggen, je hebt nauwelijks iets meegemaakt. Al die rottigheid komt zo boven hun 60ste volop weer boven water. Enorme claustrofobie, ze durven niet meer in een trein te zitten. Ze hebben enorme angstaanvallen. Noem het maar. En dat heeft echt ook heel erg te maken met gewoon de manier waarop ze in de eerste jaren in de wereld, zo'n baby, zuigt als een spons de emoties van de moeder op. En daarom is War Child belangrijk om in een vroeg stadium om therapie te geven. Ik denk verder dat het heel belangrijk is om vluchtelingen op te vangen. Dat wordt ook veel te weinig gezien. Dat heel vaak getraumatiseerde gezinnen zijn. Met ontzettend veel zo'n ontworteling van het eigen land naar hier. En dan van de ene asielzoekerscentra naar het andere. Dat is al zeldzaam ontwrichtend. En dat moet je sowieso zo min mogelijk doen. En als je het al doet, moet je het zwaar begeleiden. Ik denk dat er een taak voor War Child alleen al is om eindeloos erop te damboeren hoe wreed het is om asielzoekers voortdurend om puur Haags bureaucratische redenen van de ene plek naar de andere te verplaatsen. Kijk, dat is een voorbeeld van als je dingen meegemaakt hebt. Een ambtenaar van zijn familie dat heeft meegemaakt
zal onmiddellijk zeggen, oh, dit moeten wij niet doen. Oh la la, de minister moet tegenhouden. Maar dan zie je gewoon, wij worden geregeerd en bestuurd door mensen die dat niet meer hebben meegemaakt. Door een generatie die heeft gewenteld in de vrede en geen idee heeft wat het is. En ook, ik denk dat War Child ook heel veel kan doen om het bevorderen van stabiele omgevingen. Ik denk dat dat bijvoorbeeld ook heel... daarop hameren en daarop lobbyen. Niet alleen in Nederland natuurlijk, maar ook in de rest van de wereld. Een soort, al is het maar, bubbels van veiligheid scheppen.